heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. We zijn hier aan de Turfos 2 in Wezen bij Henk en Jeroen van Oene. En jullie hebben wel iets bijzonders te vertellen. Waar zijn jullie mee bezig? Wij zijn met een Facebookpagina bezig. En dat is erop gericht om oude foto's bij elkaar te krijgen van families, maar van straten, van verenigingen. Noem maar op, mensen die bezig zijn op het land, maakt niet uit. Alles wat met vroeger, met de vorige eeuw te maken heeft, dat zoeken wij. En hoe kwamen jullie op het idee? Het idee kwam eigenlijk omdat ik ook al vroeger voor de oudheidkundige vereniging bezig ben geweest. En dat ik zelf ook heel veel van oudheid hou en ontzettend veel foto's zelf al had. En wat leuk dat je dan samen met je zoon, en ik begreep nog een zoon, dit gaat doen. Jeroen, wat is jouw aandeel in dit geheel? Nou, samen met mijn broertje doen we de technische ondersteuning zelf van mijn vader. Dus, want hij is nog van de oudere generatie. Nog niet echt gewend aan het internet. Hij maakt een beetje kennis mee. En wij helpen hem met beheren. Het digitaliseren van beeldmateriaal. Die mensen die ken jij niet meer. En de gebouwen. Maar is dat dan ook nog leuk voor jullie leeftijd? Jazeker. Want het is leuk om te zien dat er op bepaalde foto's echt wel kenmerken zijn van bepaalde families. Die dan toch, je komt uit de omgeving. Dat is heel leuk. En ook, ik vind het zelf gewoon heel mooi dat, kijk, we leven nu in een periode dat beeldmateriaal heel gewoon is. En juist die oudere foto's, ja, dat is iets kostbaars eigenlijk, want anders verdwijnt het. En dat vind ik gewoon een mooie passie om dat te digitaliseren, zodat we dat gewoon kunnen behouden. Hoe lang bestaat de Facebookpagina al? Die bestaat nu zowat 2 jaar. En ondertussen hebben we ongeveer 760 leden. Dus dat gaat nu heel hard, want hoe meer mensen als lid worden, hoe meer als er over gepraat wordt. Maar we kunnen natuurlijk nog veel meer leden gebruiken, want we willen zoveel mogelijk van hart en broek bij elkaar zien te krijgen. Maar Jeroen, dan zit ik op Facebook te kijken en dan zie ik dat jullie pagina privé staat. Waarom is dat? Ja, we hebben bewust voor gekozen om op die manier controle te hebben over wat voor content, dus wat voor beeldmateriaal erop komt te staan. Omdat de ervaring is, we hebben hem een tijdje open gehad, dat er soms ook andere berichten doorcijpelen, zeg maar, die je eigenlijk niet op de pagina wil hebben. Dus het is puur controle over wat erop komt te staan en een beetje kwaliteit behouden. En krijgen jullie wel eens hele bijzondere reacties op foto's? Ja, zoals van de familie Groeneveld. Die wonen al heel lang in Atemenbroek. Dat was een van de eerste woningen in de plek waar nu de christelijke school staat. En die hadden geen foto van Jaap de Snorren, een opa. En die woonde aan de Arnhemsteense weg, waar nu de familie Poppen woont. En die hebben wij toch nog weer kunnen krijgen via. En dat vonden ze geweldig. Daar heb ik heel veel bedankjes voor gehad. Dat ze weer een foto van opa hadden. En zo proberen we dat van meer families voor elkaar te krijgen. Nou, we proberen hem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Onder andere bij de fotoalbums. Door te kiezen om albums te maken per familie. Dus hier, ik zie even familie Van Essen, familie Morren, Engelsman. Dat zijn echt typische families uit Hattembroek. En daar hebben we aparte albums van gemaakt, zodat mensen daar makkelijk naartoe kunnen gaan. Het verhaal achter een foto is soms heel boeiend. Heb je nog een specifieke foto die je in de schijnwerpers wilt zetten? Ja, dat is eigenlijk een foto van mijn overgrootvader. En die is verongelukt in Wezep. Waar nu Schaftenaar voor auto's zit. En dat huis van Schaftenaar, daar woonde vroeger een dokter. En daar moest hij medicijnen halen voor zijn vrouw. En Van Wegel, die is daar verongelukt in 1936 volgens mij. En er is een foto van gemaakt door de meneer Puttestein. Dat was eigenlijk de Stefan Verkerk van nu. Het was natuurlijk een heel bijzonder ongeval. Want daar reden haast nog geen auto's op de weg. En mede daardoor heeft hij denk ik niet goed opgelet. En is hij op die manier verongelukt voor die enkele vrachtwagen van de Shell. Deze foto is natuurlijk niet in Hattemenbroek gemaakt. Kan dat? Ja, want het was een ras echte Hattemenbroeker die verongelukt is. En ja, de scheiding tussen Hattemenbroek en Wezep. Vroeger gingen de mensen ook allemaal naar Wezep naar school. Dus de schoolfoto's van Wezep staan ook heel veel Hattemenbroekers op. Dus ja, dat is verweven. Dat kun je niet helemaal zwart-wit uit elkaar halen. Maar het moet van oorsprong natuurlijk wel met Hattemenbroek te maken hebben. Jeroen, nu heb ik een foto meegenomen die ik niet kwijt wil. Hoe pak jij dat dan aan?
Nou, foto's zijn dierbare herinneringen voor mensen. Dus we begrijpen als mensen het niet kwijt willen, zeg maar. En daar staan wij ook voor. Wij komen ook bij mensen langs. Hebben we al regelmatig gedaan. Met de laptop en deze scanner. En met deze scanner kunnen we de foto's digitaliseren. Zonder dat er iets met de foto hoeft te gebeuren. Stel dat een foto echt vast zit in een bepaald frame, wat er niet uit kan, dan proberen we met fotografie een mooie kopie te maken. Met toestemming gaan we het materiaal dan delen om te kijken van, nou ja. En we zijn ook ontzettend benieuwd naar de verhalen achter de foto. Dus dat proberen we ook te achterhalen bij, in dit geval bij jou. Ja. En als je oude filmpjes krijgt, wat doe je dan? Nou, oude filmpjes, in veel gevallen gaat het dan om de M8 filmpjes. Dat zijn deze filmpjes die ik hier heb liggen. En dan maken we gebruik van deze scanner. De scanner die digitaliseert de filmpjes, zodat we een digitaal bestandje overhouden. Ik zal hem even demonstreren. Door middel van deze knop kun je ook zien dat hij zo dadelijk, even bevestigen. Dan zal de scanner gaan starten. En dan zie je eigenlijk dat hij frame per frame opneemt. Nu heb je hier een verzameling foto's liggen. Waarom? Ja, dit zijn eigenlijk allemaal foto's waarvan we niet weten wie dat zijn. En hoe komt dat? Die mensen die dat in bezit hadden, die zijn ondertussen gestorven. Die hebben geen kinderen. En wij weten dus niet wie erop staan. Dus het is heel belangrijk voor oudere mensen ook, maar ook voor de kinderen en de kleinkinderen, om erop te wijzen dat ze de namen op de foto's of daarnaast, als die ingeplakt zit, te zetten. Soms zijn er nog kinderen, maar als die er ook niet zijn, dan weet niemand wie het is. En dan belanden ze op deze stapel. En dat is zonde eigenlijk, ja, van zulke mooie foto's. Ja. Henk, het is belangrijk dat de geschiedenis bewaard blijft. Hoe kunnen mensen foto's aanleveren? De jonge lui, vooral natuurlijk via Facebook. Maar we hebben dus ook posters laten maken. En die hangen hier en daar al in zaken. En we hopen in de toekomst nog deze ook naar bejaardenhuizen te brengen. Want die oude mensen moeten we bereiken. Daar staat het adres op en alles. Telefoonnummer. En dan maar open dat ze bellen. Of mailen. En dan komen wij langs. Dan wil ik jullie allebei bedanken voor die prachtige foto's en de uitleg daarover. En ik hoop dat jullie heel veel reacties krijgen allebei. Van heel lang geleden. Bedankt, ja. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden.